Het zonnetje schijnt in Estepona en dat geldt eigenlijk ook voor de selectie van ADO. Want alles verloopt naar wens en dus wordt er iedere dag hard getraind met 26 fitte selectiespelers. Er wordt getraind trouwens op gras en dat is toch wel opmerkelijk, want dat gras is natuurgras. En dat terwijl ADO Den Haag traint en de eerstvolgende wedstrijd tegen Cambuur, een hele belangrijke, speelt op kunstgras. Waarom wordt hier dan eigenlijk getraind op normaal gras? Ja... Ik denk dat het heel lastig is om hier even een kunstgrasveld te vinden van de kwaliteit die we zelf hebben. Dus dat wordt een lastig verhaal. Is dat niet raar? Ja, je kan overal wel een ingewikkeld iets van maken. Hier gaan we al jaren naartoe. Het is een goed trainingskamp, goede omstandigheden. En natuurlijk, je kan uiteindelijk dadelijk ergens wel wat neerleggen, maar goed... Vind ik niet zo belangrijk, eerlijk gezegd. En dan nog het volgende. Het valt ons op dat na afloop van iedere training de afzwaaiers worden opgehaald en uit de bergen worden gevist door trainer Henk Vreese zelf. Blijft hij dat eigenlijk de hele week doen? Nou, eigenlijk ben ik een beetje irritatie aan het vermijden. Want tegenwoordig wordt natuurlijk heel veel voor ze geregeld. En dit is eigenlijk de laatste stap totdat ik echt ga handelen. Weet je, want dan heb ik van mijn kant laten zien hoe het denk ik hoort. En dadelijk kan ik dus daar scherp op in haken. En of die afzwaaiers, die ballen in de bergen, vanaf nu door de spelers zelf worden opgehaald in plaats van door de trainer, ook dat kunt u blijven volgen hier bij Omroep West.